Beste leerling, op vraag van jullie ga ik de taak ook proberen te tonen in Access. Nu, ja, zoals ik je zelf al gezegd had, ik vind het eenvoudiger om databanken te maken in Base. Ik weet dat het programmaatje er niet zo leuk uitziet als Access, maar niet iedereen heeft de laatste versie van Access bijvoorbeeld. Ik heb ook al gemerkt dat het verschil tussen Access 2013 en Access 2016 ook weer ja, toch wel significant is. Net hetzelfde als in Word eigenlijk. Daarom, de filmpjes die online staan, die zijn gemaakt in Base. Nogmaals, een beetje reclame maken voor LibreOffice. Als je dat gaat zoeken online, je mag dat gratis downloaden. Dat werkt voor Windows, maar je kan evenzeer wijzigen zeggen en kiezen voor bijvoorbeeld voor een Apple-versie. Of zelfs een Linux-versie, uiteraard. Dus dat programma is gratis Nederlandstalig en dat werkt op alle computers eigenlijk. Hè. Dus daarmee nog één keer. Mijn voorkeur voor LibreOffice getoond. Maar zoals ik zei, ik ga de taak proberen te maken in Access. Ook voor mij terug nieuw hoor. De bedoeling is dat we een databank gaan maken. Een databank is een grote verzameling van gegevens die eigenlijk vrij eenvoudig te doorzoeken gaan zijn. Dus we gaan die databank maken. Daarin zitten drie tabellen. Een tabel met klantengegevens, eentje met alle gemeenten, of niet alle gemeenten, maar toch een 10, 15-tal. En een tabel met de 10 provincies uit Limburg. Uit België, excuseer. Daarna moeten we eigenlijk de juiste relaties leggen, dus tussen die tabellen. Twee queries aanmaken. Een query is een zicht op een tabel, of tabellen. En we gaan een zicht doen op meerdere tabellen, je gaat dat zien. Ik wil van een klant alle gegevens gaan krijgen, maar ook zijn gemeente en de provincie waar hij woont. Dus daar dient een query voor. Als derde stapje gaan we een uitnodiging maken voor een open deurdag voor onze winkel. En als laatste stap gaan we die twee aan elkaar koppelen en gaan we dus met behulp van één pagina in Word, één uitnodigingsvoorbeeld zo gezegd, een standaardbrief wordt dat ook genoemd, gaan we met één knopje eigenlijk 10 klanten rechtstreeks een gepersonaliseerde brief kunnen sturen, waarin dat de achternaam bijvoorbeeld, de straat enzovoort zelf ingevuld wordt. En uiteindelijk ga je die vier bestanden, zoals het hier staat, opslaan in de uploadzone. Goed, het gaat een vrij lang videootje worden, dus als het eventjes te snel gaat, zet er op pauze en dan lukt dat ook wel weer. Hè. Ik ga beginnen met mijn databank. De databank ga ik bouwen in Access. Ik heb het zojuist opnieuw geïnstalleerd. Ik zal eventjes de testversie verwijderen. Zo. Dan kunnen we beginnen met een lege databank. Uiteraard werk ik met de versie 2016. Ik kan er al een naam in geven. Ja, ik heb nog niets anders gedaan dan Access opgestart en een lege databank gemaakt. Ik kan daar nu al een naam aan geven. Ik zal de naam ook al juist zetten. 1 databank. En dat is mijn achternaam en dan mijn voornaam erbij. Ik ga zorgen dat die op de juiste plaats komt. Ik heb op het bureaublad een mapje gemaakt. Standaardbrief. Daar komt die te staan. Oké. Op het moment dat ik op maken druk, gaat mijn databank er staan. Je gaat zien dat die al rechtstreeks in tabel 1 zit. Het is een beetje moeilijk, want we gingen ons tabel een correcte naam geven en een correcte opmaak geven. Dus dat hebben we nog niet gedaan. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier van boven bij weergave drukken op de ontwerpweergave. Hij vraagt als eerste, hoe moet je tabel heten? Ik ga beginnen met de tabel van de klanten. Dus TBL en dan klanten. Oké, en dan komen we in het overzicht van de verschillende velden. Nu, zowel op Smart School. Hier onderaan bij de taak, hier zo, staan alle voorbeeldjes. Dus ik kan eigenlijk alles gaan bekijken. Nu, ik heb het ook nog hier staan. Dus ik kan even gemakkelijk gaan kijken naar bijvoorbeeld de taak die ook toegevoegd is. En dan zie je wat ik moet maken. En dus jullie hoeven de tabel met artikelen niet te maken. Ik ga die met de klanten hier maken. Je ziet daarin een klant-ID, een achternaam, voornaam, straat, postcode, e-mail, geboortedatum, of hij of zij volwassen is en een opmerking. Dus die velden ga ik nu definiëren. Dus ik heb een veld nodig. Hij heeft al zelf voorgesteld om er een ID aan te koppelen. Heel goed. Ik noem het klant-ID of klantnummer. Kies je volledig zelf. De autonummering staat ook correct, want ik wil dat dat automatisch genummerd wordt. Maar wat wil ik wel? Dat de notatie hier van onder begint met KL. Dus ieder klantnummer, en daarvoor gebruik ik de dubbele aanhalingstekens die bij het cijfertje 3 staan. Ieder klantnummer begint met KL en wordt dan gevolgd door een cijfer. Beginnend bij 1, je gaat dat dadelijk zien. En dan oplopen tot 9999. Het tweede veld was de achternaam. Ik ga het een beetje versnellen. Ik ga hier rechtstreeks de voornaam typen. Zo. Dan was het straat en het nummer. Dan wil ik. Ja, ik ben gewend van geen spaties in mijn veldnamen te doen. Dan komt de postcode. Die postcode gaat hij uiteraard moeten opzoeken in de postcodetabel. Na de postcode kwam ik eventjes spieken. Postcode, e-mail, geboortedatum. Ja. Dus hier komt de e-mail.
Dan komt de geboortedatum. Dan komt of hij of zij volwassen is. Oei. En als laatste een opmerking, denk ik. Even kijken, e-mail, geboortedatum. E-mail, geboortedatum, volwassen en opmerking. Oké. Okay. Goed. Nu moeten we de veldtypes uiteraard nog juist gaan zetten. Achternaam is van het type korte tekst. Ik vind 255 veel te lang. Oei. We hebben het in de les gezegd dat het 50 zou moeten zijn. Ik zeg wel bij vereist, hier van onder, dat dat vereist is. Ik wil zeker de achternaam weten. Ik wil datzelfde doen bij de voornaam. Dus vereist zet ik zeker op ja. Straat en nummer 255 gaat ook veel te lang zijn. Dus ik zet dat even op 100. Ik ga de rest op vereist nu eventjes op nee zetten. De postcode is niet van het type tekst natuurlijk, want dat is een nummertje. En dat nummertje heeft een aantal decimalen, dat zijn er 4, de cijfers voor de komma. Bij e-mail kunnen we dat even laten staan, een korte tekst van 255. Een geboortedatum is niet van het type tekst natuurlijk, maar is van het type datum. Of hij of zij volwassen is, dat is geen tekstje, maar dat is de keuze. Is die volwassen, dan is het ja, anders is het nee. En een opmerking is een korte tekst, we kunnen dat ook veranderen in een lange tekst. Gelijk in ons voorbeeld van Bijs hebben we dat een memoveld gegeven, een memotype gegeven. Dus ik heb mijn eerste tabelletje eigenlijk klaar. Dus als ik dat hier sluit, dan gaat die vraag, moet dat bewaard worden? Ik druk op ja. En van dat moment, als ik dat dubbelklik hier, de tabel, ga ik mijn eerste klant kunnen invullen. Ik ga nu al, als voorbeeld, mezelf even invullen. Zo. Oei, ik ben de nummer vergeten. In Genk, uiteraard. Even het mailadres erbij. Ik denk dat het zo was. Even wat groter maken. Mijn geboortedatum, dan voel ik mij weer oud. Zo. Of ik volwassen ben, ja, een opmerking. Maakt niet uit. Leerkracht. Dat is het. Ik heb mijn eerste veld ingevuld. Om dit te bewaren kan je van boven op het opslaan-icoontje drukken. Of op het moment dat je een tabel sluit, gaat die zelf ofwel bewaren ofwel vragen of hij het mag bewaren. Ik heb mijn eerste tabel af. Ik ga als voorbeeld ook al een gemeentetabel maken. Want ik wil daar mijn gemeenten in bewaren natuurlijk. Hè. Anders moet iedere klant de gemeente gaan intypen. Dus ik wil een nieuwe tabel. Dus ik druk bij maken. Niet op tabel, maar ik druk op tabel ontwerp. Omdat ik hem eerst ga ontwerpen natuurlijk. Dus ik heb een postcode uiteraard. Daaraan gekoppeld komt de gemeente. En een gemeente behoort tot een provincie. Zo. De postcode was geen tekst, maar was een nummertje. Was 4 decimalen lang. Zo. De gemeente is een korte tekst. 100 karakters zal wel voldoende zijn. Vereist. Waarschijnlijk op ja zetten. Hè. Zo. En de provincie wordt ook een nummertje. Dus ik kies nummeriek, zodat ik dat zelfs kan gaan linken aan de provincietabel. Dat is maar 2 decimalen, want er zijn maar 10 provincies uiteraard. Nu gaat hij zeggen, hier is nog geen primaire sleutel. Hè. Wat is de primaire sleutel? Wat maakt onze tabel uniek? Dat is uiteraard de postcode. Een postcode komt maar 1 keertje voor. Dus ik zet daar de primaire sleutel. Dat ook via de rechtermuisknop gekund, net hetzelfde als in Base. Je gaat zien dat die programma's heel sterk op elkaar lijken. Maar dit is betalend, uiteraard. De tabel is klaar. Als ik ze sluit, gaat die vragen, wil je dat bewaren? Hoe moet de tabel heten? Tabel gemeenten. Oké. Okay. Moest je echt in de mood zijn van ook de provincietabel te maken, dan ga ik dat ook doen. Dus ik ga rap die provincietabel maken. Dus eerst hebben we een provincienummer bijvoorbeeld, hè, dat we gaan linken aan de gemeenten. En dan hebben we de provincie zelf. Zo. En dat is van type korte tekst, dat is prima. De provincies zijn nooit zo lang, zelfs niet zo lang, maar 50 karakters is ook lang genoeg. De provincienummer is een nummertje en het was maar 2 decimalen lang. Het zijn maar 10 provincies. En mijn provincie krijgt mijn provincienummer krijgt mijn primaire sleutel. Ik sluit de tabel. Ja, noem die tabel provincies bijvoorbeeld. Oké. En ik kan die sluiten. Ik heb mijn 3 tabellen eigenlijk af. Nu moeten jullie die nog gaan opvullen. Natuurlijk, mijn provincie 1 in mijn voorbeeldje. Ik zal eens even inzoomen. 1 is Antwerpen, 2 is Limburg. Als ik nu die al even doe. Dus 1 is Antwerpen. Oh, eentje terug. 2 was Limburg. Voilà. Dan kunnen we zo dadelijk ook gaan kijken of de koppeling al lukt. Ik ga ook een gemeente invullen. De postcode van Genk bijvoorbeeld. Zo, Genk in de provincie nummertje 2. Hè.
Dan hebben we de postcode van Hasselt bijvoorbeeld, die al even toevoegen. Hasselt ligt ook in de provincie Limburg. En ik denk dat de postcode van Antwerpen 2000 is. We gaan even postcode Antwerpen ingeven. Volgens mij was dat 2000. Even zoeken. Ja, 2018 enzovoort. Dus Antwerpen heeft dat postcode 2000. Dus om zeker te zijn, even gecontroleerd. Postcode 2000 is Antwerpen zelf. En die ligt uiteraard ook in de provincie Antwerpen. Drie gemeenten ook klaar. Sluiten. Nu gaan we eens kijken of we die tabellen ook bij elkaar kunnen linken, kunnen koppelen. Uiteraard moet dat lukken. Hè. Dus we gaan eens even naar hulpmiddelen voor database. Bases. En dan zie je hier de knop relaties. Ziet er eigenlijk helemaal hetzelfde uit als in base. Ofwel kies je de tabel en druk je toevoegen. Ofwel dubbelklik je op die tabellen. Dat ging ook. Sluiten. Mijn klanten, mijn provincies. Je kan er alle kanten mee uit trouwens zijn met die tabellen. Zo, voilà. Mijn klant en mijn gemeente moeten aan elkaar gekoppeld zijn. Uiteraard via de postcodes. Hè. Die hebben ze gelijk. Dus voor het moment dat ik die relatie leg. Zo, ga ik de vraag krijgen of ik de integriteit moet afdwingen. Dat moet ik uiteraard altijd doen. Hè. Dan gaan we een 1 op veel relatie krijgen. Dat lijkt ook te kloppen. Hè. Dus zo gaat hij controleren of de inhoud eigenlijk correct overeenstemt. Hè. Dus je duwt dat bovenste vinkje aan. Je drukt op maken. En dat is in orde. Stel dat je hier een vraag krijgt. Of een foutmelding krijgt. Ik zal het eens eventjes proberen. Ik zal die relatie even verwijderen. Ja. Ik zal eens even iets tonen. Wat sommigen misschien aan de hand gaan hebben. Dus ik sluit dat eventjes. En ik ga uit mijn klanten, ik ga er een postcode ingeven die ik nog niet gemaakt heb. 3700, ik zeg zomaar iets. Hè. Dus als ik die nu een keer ga proberen te linken, die tabellen, hulpmiddelen en dan relaties, en ik ga die twee met elkaar proberen te linken, en ik zeg, controleer dat ook maar, dan gaat die een foutmelding geven, zie je? Dus bij base hebben sommigen ook die foutmelding. Dat betekent meestal dat je al een postcode gemaakt hebt die nog niet in de tabel gemeente zit, een postcode hier bij de klanten gebruikt hebt, die hier niet in zit, en dan kan die geen relaties leggen. Dus ik druk op OK. Ik maak dat eerst in orde. Even uit de relaties gaan. En ik ga bij mijn klanten terug een postcode toevoegen die ik al gemaakt heb. Zo. 3600. Ik ga opnieuw naar de relaties. Zat hier zo, onder een knopje hulpmiddelen. Relaties. En op het moment dat ik die nu ga linken, ik dwing de integriteit af. Zo. En ik heb een 1 op veel relatie of 1 op oneindig. Dat klopt ook. Een postcode komt maar 1 keer voor in mijn tabel gemeente. Maar kan honderden keren bij mijn klanten zelf voorkomen uiteraard. Er kunnen honderden klanten uit Genk zijn. Duizenden zelfs. Enzovoort zijn. Of uit Antwerpen. De keuze die we gemaakt hadden. En deze twee moet ik ook nog linken. Een gemeente behoort altijd tot een provincie. Maar er gaat maar 1 provincienummer zijn. Met 1 keertje de provincie in deze tabel. Maar een provincie kan hier vaak terugkomen. Dus moeten we dat opnieuw met elkaar gaan linken. We dwingen de integriteit af. En we hebben een link tussen onze drie tabellen zitten. Zie je? Dus dat moet ook werken bij jou. Op het moment dat we dat sluiten, kunnen we dat weer bewaren. Oké, en eigenlijk is onze oefening al redelijk klaar qua databanken. Hè? Dus ik ga nog rap een klant toevoegen. Ik geef een achternaam De Koning, natuurlijk. Het is maar een testje. Hè? Die heet Peter. Die woont op de Lakeilei. Ik ga ergens een weg wegpakken. Iets heel raar. Oei, ik moet natuurlijk wel een huisnummertje doen. Zo. Ik ga zeggen dat hij in de provincie Antwerpen woont. En dan ook nog in de stad Antwerpen. Geen mail. Het test.be. Die persoon is op 1 januari geboren. Die is niet volwassen, geen opmerking. Dat is ook niet zo heel belangrijk. Hè? Je ziet dat die nummering automatisch werkt. Dus dat is al een goed teken. KL001 en KL002. Ik sluit mijn tabel. Ik heb nog maar 2 klanten. Hè? Je weet dat. Maar dit is het voorbeeld maar. Nu, dat is eigenlijk dit opvullen. Is je eerste opdracht. Hè? Dus je eerste opdracht waren die 3 tabellen. En dan ben je klaar. Je moet wel niet natuurlijk dingen nog wat invullen. Hè? 10 provincies gaan toevoegen. Ze staan hier. Dus die kan je gebruiken. Dan 10 verschillende gemeenten. Uit minimaal 4 verschillende provincies toevoegen in je gemeentetabel. En ook 10 fictieve klanten maken. Die relatie hebben we gelegd. Je mocht ook gebruik maken van mijn databank. Maar degene die Access gebruikt, kan dat natuurlijk niet. Goed, dat is het eerste stukje. Het tweede stukje was die queries maken. Ik wil een query hebben met alle klantgegevens natuurlijk. Hè, want als ik nu mijn databank ga openen, ik ga het eens even doen. Mijn databank met al mijn klanten, dan zie ik die klanten staan, ik zie de postcode staan, maar ik weet niet welke gemeente die postcode is, want dat komt uit deze tabel.
Dus een query, zoals ik in de klas al gezegd heb, is een zicht op één of meerdere databanken. En ik heb nu het zicht van alle klanten met die gemeente- en provincieinformatie. Dus ik ga bij maken kiezen om een nieuwe query te ontwerpen. Ofwel doe je dat via de wizard, ofwel doe je dat via het ontwerp. Dus ik ga het ontwerp nog eens tonen. Ziet er weer hetzelfde uit eigenlijk als in base. Dus ik heb mijn drie tabellen nodig. Ik klik ze daarom ook alle drie aan. Sluiten. Ik vind dat klanten eigenlijk aan de linkerkant moet staan. Zo. En van klanten heb ik meerdere dingetjes nodig. Dus je kan met die vensters gerust spelen. Ofwel dubbelklik je, ofwel sleep je. Dus als ik zeg ik heb de klant ID nodig, dan kan je die gewoon slepen. Ofwel dubbelklik je. Dus ik ga achternaam dubbelklikken, voornaam, straat en postcode. En na de postcode moet hij de gemeente gaan toevoegen. Dus ik ga naar gemeente, in mijn gemeentetabel. Ik dubbelklik dat en omdat die gelinkt zijn, gaat hij die opzoeken in die tabel. Na de gemeente wil ik ook zijn provincie hebben, dus ik dubbelklik op provincie. Dan de rest van de gegevens, e-mail, geboortedatum, volwassen en opmerking. Dat is het eigenlijk. Dat is mijn eerste query, die is eigenlijk al af. Ik kan dat testen door op uitvoeren te klikken. En dan gaat hij zelf zeggen, je hebt de klant-ID, achternaam, voornaam, straat, postcode en kijk, opgezocht uit de tabel gemeente. De gemeente en opgezocht uit de provincietabel, de provincies. Dus mijn query is eigenlijk ook af. Sluit. Ja, ik noem die query alle klanten, had ik gevraagd. En het is deze query met alle informatie in, hier staat die. Het is deze query die we gaan gebruiken om onze brief te maken. Nu, mensen die Office 2016 hebben, die kunnen nu gebruik maken. Ik moet het zelf altijd eventjes zoeken via externe gegevens. Ik kan hier een Word merge maken. Ik vind het niet zo goed uitgelegd, niet zo eenvoudig eigenlijk. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn tabel even sluiten. Zo. En ik ga zelf die brief maken, niet helemaal natuurlijk. En dan die koppeling zelf doen. Dus ik heb even Word 2016 nodig, daar staat hij. Voilà, een nieuw leeg document. Ik ga daar gewoon een titeltje aan geven. Of we beginnen eigenlijk met een aanspreking. Beste meneer of mevrouw, zo. En dan gaat hier, ik zal het even in drukletter zetten, dan is het duidelijk. Hier de achternaam moeten komen. Wij sturen deze uitnodiging graag naar de... En dan moet hier de straat en het nummer komen. Straat plus nummer. En dan moet hier de gemeente komen. Zo. En dan tussen haakjes wil ik de provincie. Zo. Aangezien u een bijzondere klant bent of zo. Uiteraard, wat er nu in jullie uitnodiging staat, dat staat in de taak. Maar ik wil gewoon hier kunnen laten zien dat hier velden aan toegevoegd kunnen worden. Dus als je de taak goed leest, dan weet je dat dit document ook al eens bewaard moet worden. En dat heet uitnodiging ontwerp, achternaam, voornaam. Dus ik ga dat ook al even doen. Bewaren. Altijd even zoeken in Word 2016, vind ik. Bureaublad, daar staat hij. Ik noem die 2 uitnodiging ontwerp. En dan achternaam. Oh ja, dat zal ik juist doen. Hè. Mijn eigen achternaam en voornaam. Opslaan. En dan is mijn uitnodiging al een stukje klaar. Hè. En nu ga ik die velden nog koppelen. Hier in Word doe je dat via verzendlijsten in de nieuwe. Ik heb nog geen adressen. Ah, trouwens, iets getest. Ik heb even afdruk samenvoegen starten. En als je dan kiest brieven, dan doet hij bij mij niets. Dus daar zit een bugje blijkbaar in. Ik weet niet hoe dat komt. Maar als ik kies om stapsgewijs af te drukken, dan gaat hij wel de wizard starten. Nu, ofwel doe je het via samendrukken, via afdruk samenvoegen deze wizard. Ofwel ga je het eigenlijk hier stap voor stap van boven doen. Ik vind dit eenvoudiger. Dus ik ga mijn adressen selecteren uit een bestaande lijst. Hè. Ik heb mijn databank al. Hij springt standaard naar mijn mapje, mijn gegevensbronnen. Maar ik heb mijn databank bewaard op het bureaublad. Hier, en daar staat hij. Openen. Dan komt hij vragen, wat wilt je gaan koppelen? En uiteraard heb ik niet voor niks de query gemaakt. Dit is de query alle klanten. En hier zie je heel duidelijk wat dat een tabel is en wat dat een query is. Hè. Duidelijk aan de naamgeving, maar ook hier van achter. Een query is een view of een zicht en de andere drie zijn tabellen. Dus ik heb mijn query van alle klanten nodig. Je drukt op oké, er verandert eigenlijk niks aan het zicht, behalve dat er van boven knopjes beschikbaar geworden zijn. En als ik nu zeg hier in de achternaam, ik dubbelklik dat en daar moet de achternaam uit de query komen,
Dan kan ik kiezen voor samenvoegvelden invoegen. En dan kan je hier zeggen, hier moet de achternaam gaan komen. Je ziet dan dat die tussen van die gekke pijltjes komt te staan. Dat betekent dat die uit een databank komt. En hier doe ik net hetzelfde. De straat en nummer, ik selecteer dat eerst. En ik zeg, gebruik het veld straat en nummer. Spatie heeft hij weggedaan, dus die ga ik terug doen. De gemeente, vervelend dat hij de spatie mee selecteert. Dus ik doe de gemeente er even bij. Zet mijn spatie terug. En ik ga ook nog de provincie invoegen. Zo, provincie. En nu zie je eigenlijk aan die haakjes dat het een databankveld is. Nu, hoe zie je dat definitief? Ofwel kan je hier kiezen voor voltooien en samenvoegen. Ofwel kan je ons een voorbeeld laten zien. Dus ik ga nog even mijn document bewaren, hè, want jullie moeten dat ook doen. Dus als je ziet, voorbeeld van het resultaat, als ik dat klik, ik heb dat juist geklikt, dan zie je beste meneer Veldje, we sturen deze uitnodiging graag naar de Vijverstraat 50 te Genk in Limburg, aangezien u een bijzonder klant bent enzovoort. En als we gewoon doorklikken naar de volgende hier van boven, dan ga je zien dat deze brief, dit document, echt gericht is aan de tweede persoon, naar de wegweg de 100 te Antwerpen in Antwerpen. Dus je ziet dat je, als je hier honderden, duizenden, tienduizenden klanten achter aankoppelt, dat je met één blad te maken een gepersonaliseerde brief kan sturen. Dat heet mail merge of verzendlijst. En vroeger heette dat in Word ook standaardbrief. Dus moest je een oude versie van Office hebben, kies dan voor standaardbrief. Laatste stapje is dat voltooien en samenvoegen. Nu, dit was eventjes zoeken ook voor mij. Hier staat eigenlijk niet meer tussen dat je kan bewaren als PDF-document, waar dat vroeger wel was, dus dat is een beetje vervelend. Nu, het gaat op deze manier bij mij ook. Als ik druk voltooien en samenvoegen en ik zeg ik ga mijn document afdrukken, dat moet je doen, want dan pas weet hij van oké, ik moet al die adressenlijsten samenvoegen. Ik zal het maar eens eventjes uitzetten. Zo, documenten samenvoegen. Welke records? Alles. Hè. Ik wil van al mijn klanten een samenvoeging hebben. En dan kon ik hier... Maar ik weet niet of dat standaard is voor jullie. Kies voor Microsoft Print to PDF. Dus ik denk dat dat meegekomen is met de installatie van Office 2007. Nu, ik heb verschillende PDF-printers. Dus ik kan eigenlijk zelf kiezen waar dat ik dat naartoe wil printen. Maar ik zal eens eventjes dit Microsoft Print to PDF proberen. Hij moet alles gaan afdrukken. Eén paginaatje per pagina eigenlijk. Je drukt op oké. En eens even zoeken. Ik ga de uitnodiging 4 uitnodigingen... Ah ja, ik heb dat al ooit bewaard, hè, dus ik ga dat niet overschrijven. Jens. En ik noem dat Word. Zo. Ik heb dat uit Word gedaan. Opslaan. Hij doet alsof hij gaat printen, maar hij heeft waarschijnlijk en hopelijk wat opgeslaan. We gaan eens even kijken. Ik ga sorteren op de datum. Daar staat een Word. Een uitgevoerd Word-document naar PDF. Ik ga dat eens even open doen. En het lijkt toch prima in orde te zijn. Beste meneer Veldje. En met de adresgegevens, ik scroll eens naar onder en daar kom ik mijn tweede blad tegen. Zo, dat is de manier waarop een mailsamenvoeging, een mailmerge of standaardbrief werkt tussen Word 2016 en Access 2016. Moesten er nog vragen zijn, je kan mij altijd nog bereiken. Kijk ook naar de filmpjes, want zowel voor de mensen die Word gebruiken als LibreOffice, zijn eigenlijk, is dit filmpje heel erg duidelijk. Je gaat dat zien, je kan dat gewoon in YouTube gaan bekijken. Ik zal het even op pauze zetten. Maar je gaat zien dat dat eigenlijk, ik zal het eens laten zien, zo heel herkenbaar gedaan is. Ja, de instellingen staan wel niet op high definition. Zo. Dus je gaat zien dat mijn filmpje hier heel gelijkaardig is. Hè. En ook daar kan je gewoon door middel van slepen of van aanklikken, het duurt even bij mij thuis, kan je gewoon de juiste velden op de juiste plaats slepen. Dus dit moet jou ook wel leren hoe dat je met Access of met een ander databewerkingspakket de samenvoeging kan gaan doen. Zie je? Hier zie je ook alle klanten met hun voorbeeld en dan kan je die velden gewoon slepen. Dus of je nu Access gebruikt, of je nu Base gebruikt, het werkt super gelijkaardig. Ik geef je gelijk als je zegt, ja, maar Base, dat ziet er zo lelijk uit. Ik zal het maar eens eventjes openen. Ik zal eens eventjes een testdatabank maken. Test, opslaan. En ik sleep het even in beeld. Dan zie je dat dat er lelijker uitziet. Dat klopt, maar ik vind het hier duidelijk dat je tabellen, queries hebt. Dat je die evenzeer in de ontwerpweergave kan maken. Oh, ik heb nu een query gekozen, maar ik kan evenzeer een tabel in de ontwerpweergave maken. Zie je, dat lijkt helemaal hetzelfde. Hè? Als je hier achternaam hebt,
Dan kan je type tekst, invoer vereist, net hetzelfde. Hoe lang moet dat zijn? 50 tekens. Dus je ziet dat die dingen eigenlijk heel sterk op elkaar lijken. Dus heb je geen Office of een oudere Office en je wil het in LibreOffice maken, gewoon downloaden, installeren. Doet ook niks mis aan je huidige installatie. Je ziet hier dat ik Base tegelijk geïnstalleerd heb met Access. Dus dat is geen enkel probleem, je kan die dingen samen gebruiken. En LibreOffice is gratis, hè, voor Word en Office. Het hele Office pakket moet je betalen. Zeker goed opletten. Het kan goed zijn dat je thuis Word, Excel en PowerPoint hebt. Hè, want dat zit heel vaak in een pakket samen. Dus Excel zit er ook samen. Maar dat als je in je startmenu Access ingeeft, dat daar niets komt te staan. Want dat is misschien ook een goede opmerking. Ik denk Office 2016, als we dat kopen. Ik ga dat rap even laten zien. Dan moet je goed gaan kijken. Dit is de Microsoft Store. Eens even zoeken voor studenten. Het ziet er wel in orde uit. Dus de home-versie voor de mensen die dat gekocht hebben, daar zit ook Access in tegenwoordig. Vroeger moest je daar Professional voor kopen, voor één PC. Ah, goed, goed kijken hier. Als je Office 2016 voor thuisgebruik en studenten hebt gekocht, voor één PC-versie, dat is €150, daar zit geen Access in, hè. Dus als je thuis Access probeert op te starten en je hebt het niet, is dat waarschijnlijk omdat je zo'n versie hebt, hè, voor de Apple of voor de PC. Dus ja, dan moet je nog gaan bijbetalen eigenlijk. En dat is een beetje zonde. Het kost dan, ja, als je een abonnement... Dit zijn abonnementsformules. Ik zal het zo uitleggen. Office 375 zijn abonnementen die je per jaar of per maand betaalt. Als je het pakket wil kopen, zoals ik het gebruik, dan heb je een gewone versie, Office 2016 versie. Maar goed opletten, daar zit dus geen Access bij. Eens even kijken, beschikbaarheid van... Publisher en Access zijn alleen beschikbaar op PC. Ah, voor de Apple-gebruikers is dat al zeer vervelend. Hier eens kijken. Er is ook een Pro-versie. Voor zelfs thuisgebruik en zelfstandig. Office Professional. Goh, ongelooflijk eigenlijk, hè. Dus eventjes open doen. Plus. Wat zit er onder het plusje? Ja, hier zit wel Access in. Maar die versie kost €539 voor één PC. Dus dat is wel overdreven eigenlijk. Hè. Kies dan zeker LibreOffice Base, hè, mensen. Laat je niet vangen door het lelijke uiterlijk. Voilà. Veel succes alvast. Een heel lange video, maar eigenlijk veel extra uitleg. En je gaat zien dat de taak wel werkt. Nu, iedere klas heeft in mijn les, en nu zitten we schooljaar 2016-17, die klassen hebben nog één lesje rond databanken. Hè. Veel succes alvast.